dames en heren, goedemorgen. Welkom bij alweer een nieuw Vista Nova college. Iedere ochtend, iedere vrijdagochtend om 10 uur verzorgen we dat voor u. Later kunt u dat ook weer terugzien op YouTube. En deze week doen we zelfs speciaal dat we alle mensen die kijken ook nodig materiaal toegestuurd te krijgen. Vandaag Agnes Brinkhoff. Agnes, welkom. Dankjewel. Ik zal nog even iets meer over vertellen, maar even de link maken ook naar vorige week. Toen hadden we ondernemerschap. Ondernemerschap ook een beetje in tijden van crisis, zeg maar. Hoe doe je dat nou op een goede manier? Ook dat college kun je nog terugkijken als je wil. Maar dat geeft ook wel een beetje aan van hoe we kijken naar welke onderwerpen we willen aanbieden hier. Steeds onderwerpen waarvan we denken van ja, daar staat Vista Nova wel voor. Dat is de kennis die we hebben in docenten en trainers en die we graag met jullie willen delen via deze colleges. Maar ook een beetje gekeken naar wat kan je nou gebruiken in deze tijden. Wat kun je gebruiken in tijden van crisis, waar er veel dingen veranderen, waar je veel dingen opnieuw moet overwegen, waar je ook wel hoort en leest en misschien ook in je omgeving meemerkt dat mensen moeten vechten voor een gezondheid, voor een economische bestaan. Er gebeurt kortom van alles. En toen dachten we, wat is nou aardig om is bij te dragen in het college met Agnes? En toen kwamen we eigenlijk op keuzestress. En keuzestress is iets wat je als woord wel zult herkennen, maar waarvan het ook aardig is om eens te kijken van, kan ik nou beter omgaan met mijn keuzes? Nou, Agnes is docent bij ons, coachvaardigheden en alles wat daarbij hoort. En dat betekent ook dat het echt een college is waar je veel inhoud zult krijgen over hoe kan je nou op een verstandige manier met keuzes omgaan. En dat gaan we over keuzes voor werk, of voor loopbaan, of over geld, of over en misschien wat ga je doen met je onderneming, om even de link naar vorige week te maken. Die keuzes die kun je maken en die kun je als het ware verstandig maken, maar je kunt ze ook verstandig maken op een manier dat het goed voelt. Daar zijn technieken voor en daar kunnen principes onder liggen. En we willen proberen je in een uur tijd mee te nemen in welke technieken, welke principes kun je nu gebruiken. Algemeenheid maken van keuzes, maar helemaal in deze periode waar we allemaal keuzes moeten maken om een heel nieuwe omstand te nemen. Ik wens jullie dus heel veel plezier, heel veel succes. Je moet altijd even zeggen van, je kan ook vragen stellen. Doe dat dan via de Q&A en niet via de chatfunctie in Zoom. En veel plezier met Agnes. Agnes, heel veel succes. Dankjewel. Nou, welkom. Ik ben Hans heeft me al voorgesteld, ik ben Agnes Brinkhoff. Ik ben naast trainer ook supervisor en geef begeleide intervisie. Geef individuele loopbaancoaching en ook groepen loopbaancoaching. Waarbij het gaat over hoe hou je vitaliteit in je loopbaan. En een speciale groep daarin is de 55 plus. Hoe blijf je en ben je duurzaam inzetbaar? Waar gaat deze webinar over? Het gaat ook over jouw keus. Het is fijn als je, dat heb je al gelezen in de uitnodiging, pen en papier bij de hand hebt. En dat je je eigen vragen, je eigen dilemma ook even op een A4'tje zet. We gaan het hebben over hoe neem je nou een besluit uit één stuk. Dat je niet alleen met je hoofd denkt, dit is verstandig, maar ook merkt dat het met je hart klopt, dat je daarna dat je goede intenties hebt en dat je denkt, ja, hier ga ik voor. Ik ga jullie meenemen door 7 tips. We gaan het hebben over keuzestress. Wat is nou ja, precies de juiste tijd? En hoe ga je om met al die critici in je hoofd die zeggen, ja, is dit nu wel de juiste keuze? En we gaan nou zeker zo'n 20 minuten voor het einde van de webinar een echte oefening doen met jullie over dilemmakeuzes. Hoe kies je die? Dus het is handig als je pen en papier bij de hand hebt. En dat je, als je nu nog niet een vraag direct beschikbaar hebt in de loop van deze ochtend, denkt, goh, oh ja, ik wil daar wel, daar heb ik een echt dilemma, daar wil ik wel mee aan de slag. Nou, keuzes in deze tijd van coronacrisis gaan niet alleen over, is de wereld maakbaar, is je loopbaan maakbaar, maar ook hoe beweeg ik mee met wat er in de wereld gebeurt en wat er op je pad komt. Dus ergens daartussenin beweegt loopbaancoaching zich ook. Het is niet alleen maar, ik heb een koers, hier kies ik voor en ik loop hem. Gaandeweg zou je steeds ook moeten afstemmen, wat komt er op mijn pad en hoe beweeg ik daarbij mee? En hoe maak ik daar weer de goede keuze in? Dus vind ik het leuk, ben ik er goed in, kan ik ervan leven? Dat is van belang. Maar ook, wat is dan nu het juiste antwoord in deze situatie?
Als je goed kiest, dan brengt dat ook vitaliteit. En eigenlijk kun je daar vier niveaus in onderscheiden. Met je hoofd zoek je uit wat zijn de kosten en de baten. Ik zal u meenemen door dit verhaal aan de hand van een klant die ik had. En die kwam omdat ze zei, moet ik nu, de directie nodig me uit om in een ontwikkeltraject mogelijk toe te gaan treden tot de directie. Ik ben nu manager. Maar ik ben eigenlijk helemaal niet zo zeker van of ik dat wel wil. Want de cultuur in deze organisatie is nou niet echt mijn cultuur. En de feedback die ik krijg is dat ik zichtbaarder moet zijn, dat ik meer hardop moet zeggen wat ik doe. En daarmee kwam ze ook bij haar kernwaarden. En dat gaat meer over, waar gaat je hart naar uit? Hoe voelt het als je zus doet of als je zo doet? Dus keuzes, vitaliteit gaat over je hoofd, maar ook over je hart. En daarvan zei ze, ik ben gewoon opgegroeid in een boerengezin en daar pakte je aan. En als ik hier aan het werk ben, dan doe ik dat gewoon. Dan doe ik wat ik zeg. Maar de feedback is, ik zeg eigenlijk niet zo goed wat ik doe, maar wil ik dat eigenlijk wel? En daarmee kwam ze ook op het willen. Gewoon eigenlijk wil ik wel heel graag een stap omhoog maken naar directieniveau. Maar kwam dus haar belemmerende overtuiging tegen. Heb hij vorige keer ook met de kernkwadrant over heb gehad. In haar allergie zat dat een heel aantal andere mensen in het managementteam veel tijd namen om te zeggen wat ze deden. En zij daar eigenlijk niet zo van was. Nou, daar hebben we naar gekeken. En toen merkte ze eigenlijk in het kiezen, hè, waar we straks bij de dilemma-coaching ook wel op doorgaan, op verschillende stoelen gaan zitten, wil je nou blijven of wil je graag gaan, dat ze aan haar lijf opmerkte, maar eigenlijk is het liefste wat ik wil doorgroeien naar directieniveau en dat doen. Dus daarmee was de juiste keuze op één lijn, als ik moet dan wel een andere identiteit erbij ontwikkelen, namelijk op directieniveau, op managementniveau, meer zeggen wat ik doe en daar meer ruimte voor nemen en daar ook meer voor gaan staan. Terwijl ze eigenlijk zoiets had van, het gaat eigenlijk heel goed, ze kreeg goede feedback, het team ging goed. Dus in die zin vond ze het niet nodig, maar ze zag van, ik moet dat toch meer gaan doen. Rechts zien jullie het Map of Meaning, zoals dat heet. Je krijgt hem als PowerPoint, als je niet helemaal kan lezen, maak je niet ongerust. Het gaat dus over waar ben je in betekenis voor anderen, waar is je werk voor betekenis voor jezelf, waar gaat het over je zijnskwaliteit, zo ben ik en hier hou ik van, en waar gaat het ook over in actie komen doen. Nou, in die balansen gaat het erover dat je in verschillende levensfases ook je eigen keuzes maakt en je eigen balans zoekt. Keuze gaat ook over gas geven, maar heel vaak zie je dat mensen gas geven met een hand op de rem. En dat er ambivalentie is over verandering. Er is altijd een enerzijds en een anderzijds, zowel richting ik blijf of richting ik ga. En meestal zit er dan een criticus in de weg. Zoals bijvoorbeeld als ik deze webinar geef, dan zit er een criticus bij mij op de achterbank die voortdurend zegt, gaat dit nou goed? Doe je dit goed genoeg? Wat moet wel in één keer goed? En er zijn er misschien nog wel meer die op je achterbank zitten, die wat dat betreft wat meer achter het stuur zou willen hebben. Ik had ooit een klant en die zei in het kader van gas geven, ik lijk wel zo'n slak. En dat klonk niet bepaald als een positieve benadering van zichzelf. Ze had er heel veel last van, omdat ze zei, ik krijg niet het tempo wat ik anderen zie doen. Toen zijn we met haar terug gaan kijken naar waar kom je eigenlijk vandaan en welke stappen heb je genomen. En toen merkte ze dat die slak eigenlijk op die achtergrond heel veel kritiek had de hele tijd op zichzelf. Maar dat ze eigenlijk in een slakkengangetje wel heel veel keuzes maakte. En je zag haar opklaren en merken, ik ben eigenlijk ook wel een dappere slak. Want als ik zie waar ik vandaan kom en waar ik nu ben, gaat het eigenlijk heel goed.
Dus een voorbeeld van, er is altijd ambivalentie, doe ik het goed, is dit de goede keuze? Ja, dus het gaat niet alleen over inhoud, maar ook over hoe je kiest en het tempo waarin je kiest. Maar daarin helpt het als je eens even kijkt wie er allemaal als criticus meeloopt, waar je last van hebt. En hoe je dat niet weg hoeft te denken of te duwen, maar kunt kijken wat heeft hij me te vertellen, waardoor je misschien een moedige slak wordt in plaats van een slak die voortdurend commentaar heeft. Het gaat dus over de juiste spanning. Er is heel veel ook bekend over hoe de drie breinen werken. En dit is een overzicht van die drie breinen, waarbij het gaat over hoe hou je het juiste stressniveau, de juiste spanning. Als je in de onderspanning gaat, aan de onderkant komt, tussen die twee dikkere lijnen, dan kom je in de onderspanning, dan zit je misschien wel in een bore-out, dat je niet de kwaliteit inzet die je in huis hebt en die gevraagd wordt. Of je komt juist in de burn-out, de bovenkant, te veel stress, vechten, vluchten en bevriezen, wat ze ook wel het emotiebrein noemen. Dus dat je te strak, te hard moet werken, omdat je denkt, ik moet nu een keuze maken, waardoor je eigenlijk niet zozeer de ruimte voelt om te kiezen, maar jezelf pusht om ergens te komen of te denken, ik verstar, ik kom niet van mijn plek, want ik weet het niet en het gaat me niet lukken. Daartussenin zit het mensenbrein, de neocortex, waarmee je kan reflecteren en waarmee je ook kan kiezen en op een vrijere manier kan integreren, goh, dit past nu in combinatie met andere zaken. En dat noemen ze het venster van verduren. Dus je moet altijd wel een beetje spanning verduren als je in zo'n onderzoeksovergangsfase zit naar ander werk / blijven, maar op welke manier dan. Hermania Ibarra is professor aan de London Business University en zij heeft 7 mooie tips beschreven over hoe je kan kijken naar werkidentiteit. En ik ga ze nu niet even doorlopen, ik ga ze gewoon stap voor stap doorlopen. En dan is dit de eerste, weet wat je niet meer wilt. Heel vaak wordt gezegd, natuurlijk gaat het erover dat je weet wat je wel wilt, want daarmee zet je de koers vooruit. Maar voor soms is het voor mensen gewoon te snel om te weten wat je direct wel wil, wat je missie is. En moet je eerst eens kijken naar, wat wil ik allemaal niet? Wat je direct ook laat een grens zet aan, oké, ik wil hier niet meer, of ik wil dit werk niet meer. En ook dat geeft een duidelijke grens die soms nodig is om vervolgens weer naar voren te kunnen kijken. Ik heb laatst een man gecoacht die eigenlijk zei, ja, ik ben wel directeur, maar ik zie mezelf niet als directeur. Ja, ik zie mezelf niet in die identiteit en ik weet niet of ik dit op deze manier nog wel wil, want het geeft ongelooflijk veel stress. En het was heel belangrijk dat hij zichzelf die tijd gunde om te zeggen, zo wil ik het niet meer, om daarna te kijken wat dan wel. En dat gaf, dus dat had hij allang in zijn hoofd helder, maar eigenlijk stond hij zichzelf niet toe om opnieuw te kijken, waar verlang ik nou eigenlijk naar. En toen kwam er ook eerst nog veel verdriet over hoe die stress hem vastzette. En daarna kwam er ontspanning om uit te gaan proberen. En te kijken, als ik het anders doe, past dat of wil ik echt iets anders. Het tweede is dus heroverweeg je identiteiten. Dus hij zat vast in de identiteit van directeur, maar wat zijn er nog meer aan identiteiten? Een voorbeeld daarvan gaat over een vrouw die zegt, ik zit nu in een functie al heel lang en ik word de hele tijd in een functie gezet hoger, omdat ik heel slim ben, omdat ik heel goed ben en omdat het gewoon is in deze grote organisatie dat als je goed bent, dat je een trapje hoger gaat, de verticale ladder. Terwijl voor haar het eigenlijk zeer problematisch was om als superspecialist in de identiteit terecht te komen van manager. Nou, we hebben toen gekeken, wie ben je nog meer en wat doe je privé
En wat past nou eigenlijk bij je? En hij ontdekte eigenlijk dat er eigenlijk een aantal andere gebieden waren die hij heel erg leuk vond, die zijn hart hadden en waar hij was al 55, hem de mogelijkheid gaven om een andere koers te gaan en daar als superspecialist nieuw werk te vinden, wat hij ook heel snel vond. Dus daar, je wordt soms ook door de organisatie in een identiteit gezet waar je, die niet bij je past. Hè? Dus als je het hebt over de ladder van de NLP, logische niveaus, dan gaat het over dat hogere niveau, wie ben ik en wie ben ik dan nog meer. En als je dat scherp hebt, is het vaak makkelijker om te kijken, goh, waar geloof ik dan in en wat kan ik dan en wat doe ik dan en in welke omgeving. Dus het wordt makkelijker hoe hoger je zit in de niveaus om een nieuwe antwoord te vinden op de niveaus daaronder. De derde tip. Reflecteer, droom en onderzoek. Wat doe je eigenlijk het allerliefste? En heb lege tijd, wandel, verdwaal. Dat klinkt als het gaat over stress om een andere loopbaan te vinden. Natuurlijk niet zo heel erg de goede kant op. Maar het is van belang dat je uit dat stressniveau komt. Ik zou nu die andere baan vinden. Of uit een dilemma komen. Omdat als je in zekere mate van ontspanning zit, je mogelijk na een dag goed slapen ietsje invalt. Of de beste ideeën van wetenschappers komen heel vaak op het moment dat ze dat eigenlijk helemaal niet naar op zoek, dat ze daar niet naar op zoek waren. Schrijf je biografie. Wie ben je eigenlijk allemaal en hoe maak je keuzes? En wat is daarin voor jou nu een volgende stap? En vraag advies aan en kwaliteiten aan anderen, wat zien zij aan jou? Ook om te kijken of je beelden van jezelf, of die kloppen met wat andere mensen aan je zien. En waar je uitdagingen liggen. Een voorbeeld hiervan is dat ik zelf bijvoorbeeld een tijd lang in de voorbereiding ben, nu 20 jaar ondernemer, allerlei losse klussen deed, projecten deed, heel dynamisch, maar eigenlijk altijd te veel wilde in mijn enthousiasme. En eigenlijk dat de aanloop was om op een gegeven moment gewoon een keuze te maken op een achternamiddag. Oké, nu is de tijd, nou ga ik naar de Kamer van Koophandel. En dat, die tijd had ik ook echt nodig om daarover te dromen en dat te onderzoeken voor de keuze. En eigenlijk vrij snel was op een gegeven moment. Dus stel je keuze uit. Wacht op de juiste tijd. En wat mensen wel eens adviseren, als ze zeggen, ja, moet ik nou dit, voel ik nou dat. Eén dag je voorstellen dat je opstaat en oké, ik ga niet directeur worden. En de andere dag opstaat en denkt, nee, ik ga ondernemer worden. En hoe ziet dat eruit? Als je dat een hele dag voorstelt en eens merkt hoe dat is in je lijf, hoe dat is wat je doet, hoe je dagritme is, wat de inhoud is. En dus even de andere kant ook even uitschakelen, want mensen zijn heel erg geneigd in die ambivalentie om heen en weer te bewegen en dan in het jaar maar terecht te komen. Dus dat is een mooie manier om dat dus uit elkaar te rafelen. Of neem een sabbatical, als dat kan, of loop stage, of soms is de aanloop naar een nieuwe functie dat je zegt, oké, ik ga een dag korter werken en ik ga vast die stap richting ondernemerschap of een andere organisatie maken. En interview anderen en kijk naar hoe zij dat doen en of dat ook werkelijk is wat jij zou willen. Want niet elke hobby is bijvoorbeeld een goede baan, terwijl dat natuurlijk wel, juist ook voor een aantal mensen, wel is wat ze willen. En een goed voorbeeld daarvan is, ik vertrek. Hè, stel je keus uit, denk eerst goed na. Ik heb wel meegemaakt dat mensen een bonus meekregen van werk en dachten, dan is dit nu het moment. Maar die bonus is soms sneller op dan je denkt. En dan is het goed dat je eerst even heel goed overweegt en nou ja, de beste stuurlui staat aan wal. Dus onze kritiek allemaal op hoe dom ben je als het gaat over ik vertrek is natuurlijk,
Dat weten wij ook niet als we een nieuwe keus maken. Maar stel je keus uit, onderzoek tot en investeer eventueel in opleiding, in connecties, voordat je gaat. En als je merkt, ja, dit doe ik allemaal, maar ik ga in vaste rondjes lopen. En je loopt te piekeren en je zegt, ja, ik kom er maar niet uit, ik denk me rot. Dan is het A goed om te realiseren dat dat te veel denken vaak eerder angst is of frustratie is. En dat het dan goed is dat dat het moment is om misschien je anker ook een beetje los te gaan laten. En te zeggen, oké, ik ga wel vast lopen. Pluk laag hangend fruit. Misschien krijg je een aanbod om ergens in een commissariaat te gaan doen of een klus te gaan doen. En pak je dilemma's aan en spring in de drietrapsraket. Met name jongeren die toch heel vaak last hebben van keuzestress. Wat moet ik op de korte termijn en wat betekent dat voor mijn cv? Kijk of je op de korte termijn iets kan doen, terwijl je weet dat je een midden- en een lange termijn hebt. Dan, tegelijkertijd, na alle adviezen en tips, wees ook voorzichtig met adviezen. Met name familie en vrienden kennen je goed, kunnen heel goed bedoeld, met grote loyaliteit, je adviezen geven van nou, dat is echt iets voor jou. En dat niet meedenkend, maar door die vele adviezen raak je soms ook de weg kwijt. Ik heb een klant gehad en die had al 3 opleidingen gedaan, 3 keer een nieuwe baan daarna en dacht elke keer dit is hem. En zo kwam ze ook bij mij van goh, ik denk daaraan. Waarbij ik tegen haar zei, nou wacht eens even, laten we eens eerst even teruggaan naar die biografie en kijken waar kom je vandaan en hoe heb je de keuzes tot nu toe gemaakt om te voorkomen dat je weer in hetzelfde patroon terechtkomt. En wat ze merkte was dat ze ergens onderweg in de puberteit al had besloten dat de anderen beter voor haar wisten wat goed voor haar was. En daarmee was eigenlijk het contact met haar innerlijk, waar hou ik van, wat wil ik graag, kwijtgeraakt. En toen ze dat weer terug had, kon ze opnieuw, was dat nog wel een route om dat te onderzoeken, maar wist ze wel, oh ja, maar dit is mijn koers, zo moet ik het doen. Dus de valkuil van anderen weten het beter. Ik was ooit toen mijn kinderen zelf in de puberteit zaten en op een middelbare school was een hele leuke mentor, studiekeuzeadviseur, en die zei, ik heb eens tegen iemand gezegd, 3 maanden mag je geen keuze maken, want iedereen kwam met goede adviezen. En aan het eind van de 2e maand begon die jongen langzamerhand te denken, oh, misschien is dit wel leuk, misschien is dat wel leuk. Dus soms is het nodig om even alle input van buiten weg te laten. En hoe is het als je kiest en je hoort er niet meer bij? Zeker 70% van de bedrijven zijn familiebedrijven. Als je zegt, goh, ik hoor daar niet meer bij, ik word niet de jurist, of ik word niet de boer, of ik word niet de opvolger, dan stap je ook ergens uit. Je stapt uit je familiesysteem. Of je stapt, als je later bijvoorbeeld in werk zit, uit dat organisatiesysteem. En hoe is dat voor je om er niet meer bij te horen? Om te zeggen, ik zeg nee tegen iets, want ik zeg ja tegen iets anders. En voor de een is dat heel ondernemend en is dat heel prima. Maar er zijn ook mensen die heel trouw zijn en dat best een lastige vinden. Tot slot, blijven is dus ook een risico. Een beetje lullig gezegd, gouden kooi. Blijf je, er is niks mis mee met blijven. Ook als het gaat over financiële stabiliteit, het fijn vinden om in zo'n omgeving te werken. Maar het is wel goed om je met de regelmaat van tijd eens af te vragen. Stel je voor over 5 jaar, waar wil ik dan zijn? Ben ik dan nog hier? Ben ik elders? En hoe ziet dat er dan uit als ik dat terughaal naar nu? Want 5 jaar lijkt ver, maar als het gaat over loopbaankeuzes, is daar komen, kost vaak, kan vaak sneller. Dus gun jezelf ook je keus
En als je zegt, ik blijf, maak er dan geen drama driehoek van. Een aantal mensen van jullie zullen weten wat ik bedoel. Maar een drama driehoek gaat ook over dat je in slachtofferschap terechtkomt. Ik kan niet anders, ik moet wel. Dat je terechtkomt in, ja, zij bieden me niet de kans. Ik zou wel willen, maar... dat kan waar zijn, maar dan gaat het erover dat jij wel een keus maakt in wat je doet met wat er op je pad komt. Vandaar die drama driehoek, neem verantwoordelijkheid voor je keus, een ja of een nee. En daarmee komen we ook over het omgaan met dilemma's. Ik kijk inmiddels even of er vragen zijn. Nee? Oké. Dan gaan we nu naar dilemma's. Het gaat erover, dilemma's gaan over dat er twee kanten zijn die allebei waar lijken te zijn, maar die ook tegengesteld aan elkaar lijken. En zijn. Het komt uit het Grieks. Het woord lemma betekent een propositie innemen. De een of het ander. Van de twee. Die dilemma. En soms zijn dilemma's ook werkelijk gaan over keuzes. Maar soms gaan ze eigenlijk ook over iets wat eigenlijk samen kan. Hè? Uit het eerste voorbeeld van die vrouw die uitgenodigd werd om tot de directie toe te treden, die had eigenlijk, was haar dilemma meer hoe ga ik om met meer zeggen wat ik doe, dan dat ze weg wilde. Maar dat was wel op dat moment een dilemma, maar dat kon ze prima bij elkaar krijgen. Dus hoefde niet weg, einde dilemma. Het is mooi als je nu even op een blaadje schrijft wat je eigen dilemma is. En dan geef ik je even een minuutje de tijd voor om het op papier te zetten. Als je het lastig vindt, zet even de Q&A waar je tegenaan loopt. Dan kun je even kijken hoe je een dilemma kan formuleren of waar je twijfels over hebt. Oké, dilemma's. We gaan nu aan de slag. En kom gerust met je vragen tussendoor. Een dilemma kun je uit elkaar rafelen door de kosten en de baten. Uit elkaar met je hoofd te zeggen, nou dit kost het me en dat brengt het me. Een hele mooie variant daarbij is om dat te doen met gebruik van drie stoelen. Moment, ik ga even een vraag. De vraag is, hoe specifiek moet het dilemma zijn? Graag specifiek. Want het gaat erover dat je straks aan één kant op een stoel kan zetten. Deze kant bijvoorbeeld, ik blijf. En de andere kant, ik ga. En daar kan je daarna op die stoel zitten, straks, niet letterlijk maar figuurlijk, wel uitwerken waar het allemaal precies over gaat. Maar het gaat wel over iets waarvan je echt denkt, dat heeft twee kanten. Of het een of het ander. Bijvoorbeeld, ga ik nu mijn eigen ondernemerschap aan en ga ik mijn eigen bedrijf opzetten? Of ga ik één dag in de week bijvoorbeeld dat doen en kies ik de weg van geleidelijkheid? Dus dat is een keuze aan twee kanten. De ene kant, kies dan, maar dat komt zo. Is dit antwoord op de vraag of nog niet? Kom er dan nog even meer terug. Dus we hebben het nu over loopbaankeuzes, maar wat mij betreft is het ook prima als het gaat over een vraag op je werk. Of een dilemma wat je nu hebt over
Hoe doe ik dat nou met online werken? Nou, daar is allemaal techniek voor, daar gaan we het niet over hebben. Maar wel, ja, dat is wel een keuze die je maakt. Van, ga ik online werken? Ik heb daar zelf in eerste instantie bijvoorbeeld heel veel moeite mee gehad om dat te gaan doen. Maar uiteindelijk wel besloten om dat te doen, om voortgang te houden. En wat het kost, namelijk dat ik niet hands-on met de ander aanwezig ben, voor lief te nemen voor dit moment. Dus dat is ook bijvoorbeeld een dilemma waar je nu tegenaan kan lopen. Het dilemma, hoe werk ik thuis, kinderen in de buurt, hoe verdeel ik met mijn partner de tijd. Nou, dat zie ik heel veel ook gebeuren. En dat is natuurlijk wel een echt dilemma van deze tijd, hoe je daarmee omgaat. Dus kies een dilemma waarvan je zegt, oké, dat heeft een A en dat heeft een B. Goed, dan gaan we nu naar de A-keuze. Dus je kiest de stoel A, waarvan je zegt, dit is één kant van een dilemma. En dan nemen we even 2 minuten de tijd voor om op te schrijven, associatief, wat het je kost, wat het je brengt, waarom je ervan houdt. Dus niet de dingen die, waarom je het niet zou doen, dat doe je straks bij de andere kant. Dus alleen maar dat, waarom je dit zou kiezen. Dan doen we weer even 2 minuten. Als je eigenlijk een beetje uitgeschreven bent, merk dan eens hoe het is om op deze stoel te zitten. Om je voor te stellen dat dit papier, dit kaartje is wat je gaat doen. Wat merk je in je lijf? Hoe voelt het? Klopt het met je verlangen? Wat zijn je kosten? Wat zijn je baten? Het lichaam heeft vaak net iets langer nodig om te merken hoe het is op deze keus dan wat je met je hoofd bedenkt. Sta even toe als je klaar bent met je pijl neergelegd. Goh, stel nou voor dat dit is wat ik ga doen. Wat merk ik dan? Word ik ontspannen van? Of is het vooral stress? Hoe is dat? Vind ik het leuk? Oké, we gaan de pensel neerleggen voor die nog niet klaar was. En dan ga je even terug naar je vraag, dat is de B. Hoe is het nu met je vraag? Als je hier naar kijkt, wat valt je op aan A? Misschien komt er nog iets anders boven, dat je denkt, goh, maar eigenlijk dat wil ik nog wel uitzoeken. Kan je nog even op je papier erbij zetten? Voordat we naar de volgende stoel gaan. En dat is stoel C. Dus de rechters, afhankelijk van hoe je kijkt, de andere stoel. Dus je hebt de middenstoel, je vraag. Je hebt eerst op A gezeten. Nu pak je een ander blaadje of een ander stuk van je papier. En daar zet je C. En daar ga je schrijven over die andere kant. Wat brengt me dat? En wat kost me dat? He, bijvoorbeeld, ik solliciteer op die baan. Of ik neem tijd. Ik neem langer tijd om een keuze te maken. Kan natuurlijk ook. Wat kost dat je? Dus gaan we weer even de tijd nemen. Over 2 minuten gaan we dit doen.
hier geldt, schrijf echt alleen op wat hier voor geldt. Ga niet terug naar die andere jaar, maar hier kost het natuurlijk ook iets. Hè. Er is nooit een, alleen maar goed of fout. Er zijn geen slechte keuzes wat dat betreft. Kijk even, als ik echt me voorstel dat ik dit doe, wat brengt me dat? Waar twijfel ik nog? Dat is natuurlijk ook oké. Waartoe dient stoel C precies? Dat is dus de stoel van de andere keus. Waar we nu, het blaadje waar we nu mee aan de gang zijn. Dus A is de ene kant van de keus, ik blijf bijvoorbeeld. B is, ik kijk naar de vraag. En welke regie, daar ga ik straks iets meer over zeggen. En C is de stoel voor ik ga. Maar even een hele heldere keus maken. Ik ga, ik solliciteer, ik schrijf de brief. Oké, dus waar het toe dient, die stoelen uit elkaar, is dat je vaak in die ambivalentie waar ik het over had, van de ene stoel naar de andere gaat en in rondjes terechtkomt. En daarmee je ook een beetje de weg kwijtraakt. En door het nu echt op aparte stoelen te zetten, merk je dat misschien, of misschien niet, dat het een je iets anders brengt dan het ander. En dat het een iets kost. En het ander ook iets kost, maar dat je scherper je keuze uit elkaar krijgt. Vervolgens ga je dus nu weer terugzitten op stoel B, want dit zijn de keuzes, de A en C, maar jij hebt de regie. Jij zit achter het stuur. Dus de vraag is nu, als je naar die twee kijkt, heb je een voorkeur voor de een of de ander? Is het je helder? Klopt het met je kernwaarden? Stel dat je het hebt over één lijn. Klopt wat je denkt, met wat je voelt, met wat je naar verlangt? En hoe merk je dat in je lichaam? En misschien is een keus voor jou nu vrij simpel. En misschien komt er eigenlijk nog een andere stoel bij. Namelijk, mijn keus betekent ook iets voor de anderen. En die moeten daar een zegje over doen. En misschien komt er dan een stoel bij. Ik ga even een kaartje pakken. Een stoel bij van iemand anders die er iets over te zeggen heeft. Dus de vraag is ook, heb jij iets te zeggen over deze keuze? Of gaat een ander daar ook over? Is het jouw zaak? Is het de zaak van de ander? Of is het iets aan de coronacrisis waar je allebei eigenlijk niks aan kan doen, maar waar je wel mee verder moet? En waar je moet meebewegen met wat er speelt. Dus dat kan zo zijn. Het kan ook zijn dat je behoefte hebt om nog eens een keer op de ene stoel te gaan zitten en nog eens op de andere stoel te gaan zitten. Dat gaan we nou niet doen, gezien de tijd. Maar zo, deze oefening krijg je ook opgestuurd. Ik doe hem als coach heel veel. Ik doe het ook in opleidingen. Er is één ding wat van belang is. Dat als je het met een ander doet, het kan ook een collega zijn, of vriend, vriendin of familielid, dat jij alsgene die de ander door deze oefening helpt, geen enkel oordeel hebt over wat er moet gebeuren. Terwijl je dat misschien wel hebt, maar dat moet je dan even voor je houden. Want dit gaat echt over zelfregie, zelf merken, wat brengt de ene stoel, wat brengt de andere stoel mee. De vraag is, wat adviseer je hier? Laat je de coachie daadwerkelijk zijn haar bevindingen opschrijven of uitspreken? Of mag de coachie dit in gedachten doen? En waarom? Nee, het is de bedoeling dat iemand het echt uitspreekt. Ik laat mensen echt op een stoel zitten. Als ik nu online coach, vraag ik ook mensen, heb je twee stoelen bij de hand? Zodat je echt even kan gaan verzitten, omdat het je fysiek verplaatsen helpt en omdat het hardop zeggen echt iets anders is dan dat je het in gedachten zegt voor jezelf. En dat de ander ook aan zichzelf merkt en dat jij meekijkt, goh, er gebeurt dit met me, er gebeurt dat met me. Nou, dat is waarom je het hardop doet en liefst ook echt fysiek op een andere plek gaat zitten. En dan terug, en daar kan je wel regie in nemen als coach. Dat je als iemand op de ene stoel zit en zegt, ja, nou ja, dat andere is natuurlijk ook heel erg leuk, dus...
Dat je zegt, nou oké, even wachten. We houden het nu even bij deze keus, deze stoel. Straks komen we bij de ander. En nog één tip daarbij. Heel vaak is het zo dat als mensen aan het daarover hebben, dat je al merkt dat ze bewegen naar één kant. Wat ik dan zelf wel doe, is zeggen, ga maar vast op die stoel zitten. Daar zullen we daar beginnen. Iets meditatief. Nou, daar moet je zelf je weg in vinden. En het is eigenlijk het enige wat je doet, is het uit elkaar helpen rafelen. En de ander wel de tijd gunnen om ook even te merken, hoe is het op deze stoel? Dus niet alleen je hoofd of wat voel je erbij en wat wil je graag, maar ook, hoe zit het op deze stoel? En heel vaak komt er, het lichaam gaat wat langzamer dan je hoofd, is het nodig dat je daar even extra tijd voor neemt. Omdat het lichaam wat trager is en je dan merkt, oh ja, dan zie ik heel vaak dat het kwartje valt. Of niet, dat kan ook, hè. Dat is niet de wet van mee verpersen. Maar dat is wel van belang dat je dat jezelf toestaat als je hem alleen doet. Of als je zelf degene die begeleidt, dat je een beetje vertraagt. Oké, volgende vraag hierover. Een en ander is vertegenwoordigd in de persoon zelf, doch op het werk kan het anders zijn dan thuis. Hoe kom je tot verbinding en kun je dit in beide situaties inbrengen? Moet ik even over nadenken. Als je het hebt over dat op het werk anders kan zijn dan thuis. Ja, je kan thuis andere kernwaardes hebben dan op je werk. Dat is één niveau. Dus ik zie wel vaak dat mensen bijvoorbeeld thuis heel creatief zijn en op hun werk heel zakelijk. En dat kan. Maar het kan ook zijn dat daar eigenlijk iets is, wat we al eerder zeiden, dat je over identiteit gesproken, dat je iets thuis anders doet, wat je eigenlijk wel in huis hebt, wat je ook op werk meer kan doen. Bij kosten en baten, anders gezegd, werk en thuis hebben altijd met elkaar te maken als het gaat over kiezen. Dus misschien bedoel je hem ook zo. Kosten en baten gaan natuurlijk ook over wat kost het je als je deze keuze maakt voor thuis, voor je portemonnee, voor je huis, voor verhuizen, voor reizen, whatever. En andersom ook, wat brengt het je thuis als je dit werk doet? Of als je, en andersom, misschien heel vaak zie ik dat mensen zeggen, ja, als ik mijn hart volg, dan ga ik gewoon voor die baan. Maar het is nu niet de juiste tijd, want ik ben alleenverdiener. Het kost me te veel reistijd, het is niet het goede moment. En dan, daar gaan we straks over door, gaat het over hoe beperk je dan de schade van wat je niet gekozen hebt. Dus je kunt het in beide situaties inbrengen, dus kan het over een dilemma thuis gaan. Bij beide gaat het over, we hebben nog 15 minuten, dus heb je een gerichte vraag, kom er mee, dat krijg ik net even door. Dus je kan aan beide kanten kan je hem gebruiken, voor werk, voor privé. En ook de ene heeft natuurlijk met het ander te maken. En daarin zijn natuurlijk ook verschillen in levensfases. Een spitsuur van je leven is wat anders dan 55 plus bijvoorbeeld. Goed, keuzes maken gaat dus over, wat we net gedaan hebben, eigenlijk als je terugkijkt op je blaadje, heb je bij het een de kosten en de baten op een rijtje gezet en bij de ander ook. En deze variant zou je ook kunnen doen. Dat doe ik ook wel met klanten met een flap. Sommige mensen hebben zoiets van, nou, is niks voor mij op de stoelen zitten. Dan doen we het op een flap om het uit elkaar te raven. Dan kan ik als vooroefening voor je op stoelen gaat zitten. Zet je het op een flap, kosten en baten. Iemand vult het zelf in. Het is ook erg leuk omdat je dan gewoon actiever bent dan dat ik het invul. En dan zeg je één flap of de helft of midden, A is dit en B is dat. En wat de baten zijn bij het een, zijn soms de kosten bij het ander, maar dat is vrij logisch. Als je gaat kiezen, want
dat je op deze stoel gaat zitten, betekent nog niet dat de keus scherp is en genomen is, maar soms wel, vaak ook wel. Dus er moet wel een zekere urgentie zijn om tot een keus te komen. Dan gaat het over dat kernwaarden boven gevolgen gaan. Dus bijvoorbeeld de kernwaarden: ik wil een baan die integer is, waar ik duurzaam ben, waar ik gaat boven het gevolg of je bijvoorbeeld daardoor iets verder moet reizen of iets minder verdient. Tenzij de gevolgen te groot zijn. En bijvoorbeeld dat je als evenwichter dat gewoon niet kan doen, dat risico nemen van ondernemerschap nu. Dus, of omdat je het eet, hè, dus de kernwaarde gaat ook over ethiek, over waar geloof je in, wat wil je graag. Maar soms zijn dingen, hè, als je het hebt over heroverweeg je identiteiten, meer verenigbaar dan je misschien oorspronkelijk dacht. Dus het kan ook zijn dat je hierdoor weer op het gesprek komt over: ik heb deze kernwaarde. En authentiek is soms een beetje een uitgeslepen begrip. Het kan best zijn dat je eigenlijk een andere identiteit er graag bij wil, die wel past bij je kernwaarde, maar die je bijvoorbeeld vooral privé inzet. Avontuurlijkheid of noem maar wat. Bij het kiezen zijn kernwaarden zo belangrijk omdat ze zorgen dat je vitaal blijft. Tenzij het gevolg groot is en jezelf in de stress helpt. He, om maar even dat voorbeeld van ik vertrek te nemen. Als de gevolgen te groot zijn en je kan het niet overzien, niet doen. En daarin gaan mensen ook verschillende routes. Hè? Dus zegt de een: kies, want als je niet kiest, dan ben je iets, heb je iets laten liggen. Terwijl de ander zegt: nou, mijn pad loopt meer, ik wandel mijn pad en ik kom dit tegen en ik kom dat tegen. En dat is voor mij de goede route. Dus het gaat niet alleen over inhoud, maar het gaat ook over jouw visie op werk en op hoe jij kiest. En de een die denkt: ik kies nu A en we zien het wel. En als het later anders wordt, dan ook goed, dan doen we weer het anders. En een ander heeft een slakkiger met je, maar wel een dappere. Dus er is geen goed of fout in het tempo en de keuzes die je maakt. Blijven is ook oké, als je dat vitaliteit brengt. Oké, daar komt nog een vraag aan. Gezien de tijd, nou, we hebben nog 10 minuten, dus ik kan nog. Ja, dank u wel. Heb je wel eens ervaren dat iemand een keuze maakt tijdens een coaching sessie en het niet gaat doen of allemaal excuses heeft? Ja, dus dan zit hij in de ja maar. Ik heb het niet zo vaak ervaren als het gaat over stoelen. Ik heb het wel, dus dan is iemand echt toe aan een keus en merkt hij dat hij het doet. Het tempo is soms wel wat lager dan ik had verwacht. Maar dat is oké, daar ga ik niet over. Ik heb wel regelmatig dat iemand het niet doen is eigenlijk een nee. Hè? Dus heeft iemand genoeg in zichzelf de vrijheid gevoeld om nee te zeggen? En dan gaat het erover dat je daar het gesprek over voert. Tenzij het gaat over op de rem blijven staan. Hè? Dus als het gaat over gaan en je haalt je anker niet omhoog, ja, dan ga je niet varen. Dus dan gaat het soms nog weer over: wat gebeurt hier nu? Dus alles is realiteit. Dan gaat het over: wat gebeurt er nu dat je het nog niet gedaan hebt? En niet als een soort: het is niet goed gegaan of te streng zijn. Maar als: blijkbaar is dit de realiteit waar je in zit. En dan ga je opnieuw terug naar onderzoeken. Waar gaat dat nee dan eigenlijk over? En mensen gaan vaak in het ja maar, in een ja maar, of dan, hè, is eigenlijk een nee. Blijkbaar zijn de kosten te groot. En dat moet ik mezelf wel hardop zeggen, want ik hou wel van vaart. Gun de ander ook zijn probleem. En dat klinkt een beetje lullig, maar
Het is aan de ander om zijn eigen tempo te gaan. Tenzij hij daar zelf ook last van heeft. En dan kun je weer door. En dus dan gaat het misschien over die rondjes lopen. Of over weerstand. Hè. En onder weerstand zit misschien een belemmerende overtuiging. En onder die belemmerende overtuiging zit misschien angst. Of boosheid op de organisatie dat ze hem de deur uitzetten. En daaronder zit misschien nog wel iets anders. Waardoor je denkt, ik heb het niet in huis. Ik kan het niet. Dus waar wil je niet of kan je niet, is een heel ander gegeven. En bij kan het niet kan je zeggen, oké, misschien is het nodig om een opleiding eerst te doen. Of nog eens wat langer rond te kijken. Of met iemand mee te lopen. Of een gesprek te hebben of met iemand die daar, waarvan je denkt, nou die werkt er al. Dat is de ene kant. Of misschien houdt iets je nog tegen. Maar de vraag is dan wel, ben je bereid om die onzekerheid aan te gaan? Want gaan is ook onzeker. En dat vraagt van je dat je bereid bent om het anker los te laten. En al zoekend die weg te gaan naar waar je nieuwe pad ligt. En dat is ook wel een tijd van een beetje stuurloos voelen. Dus ben je ook bereid om in onzekerheid te stappen? Want die nieuwe identiteit die krijg je ook pas gaandeweg. Dus dat is, zijn allerlei varianten. Dus ik weet niet precies wat er dan onder zit. Maar dat is going concern in het nu kijken wat er past. Goed, twee vragen. Eén, ik lees me gewoon voor terwijl ik er zelf ondertussen ook over nadenk. In coaching heb ik regelmatig een cliënt die niet kan kiezen. Als dit te maken heeft met angst of het moeilijk vinden om dingen los te laten, hoe je dan dus niet verder komt, wat zou je dan doen? Dus dan gaat het over de vraag: is het keuzestress over dit of dat, over de inhoud, of is, zoals ik net al zei, keuzestress en wat ligt daaronder? Geloof je dat jij mag kiezen? Maar ook, heb je goed afscheid genomen? Ga je goed weg? Of is er eigenlijk nog rouw over wat je achterlaat? Of de manier waarop je het gevoel hebt dat daar niet genoeg aandacht voor geweest is? Dus het gaat dan over, wat ik in de opleiding ook wel vaak noem, moet je nog een poosje deblokkeren, want er zit een blokkade. Hè? Je hebt het gas aan, maar de rem staat er te hard op. Moet je dan kijken, waar gaat die rem dan over? En wat heb je nodig om die te laten vieren en op het anker te lichten? Of gaat het erover dat je bang bent voor de toekomst en drempelvrees hebt? Die kan je vaak wel zien. Kijk, je kan ook drempelvrees hebben en hem onder je arm nemen en zeggen, oké, dat is mijn criticus, ik zet hem naast me in de stoel en die helpen wel mee om de dingen ook een beetje veilig te doen. Hè? Dus fake it till you make it is voor de een heel goed, omdat hem dat over die drempel heen, vrees heen helpt, uit je comfortzone. Maar voor een ander eigenlijk niet zo. Dus er is niet een vaste manier, dus dat is onderzoeken wat past voor jou goed. En wat geeft je lichaam daarin aan? Ik merk dat als ik met mensen terug ga naar, goh, en hoe is het nu in je lijf? En waar zit de beweging in je lijf? Soms is het dan gewoon verdriet, boosheid of angst, hè, dat je terugtrekt. Dus het lichaam heeft ook zijn eigen ingang en die is eigenlijk veel directer dan al die hobbels op de weg die het hoofd wel helder heeft, maar ook in rondjes brengt. Nou, dat is een lang antwoord op deze vraag, dus ik ga naar de volgende. Kun je vertellen hoe het werkt als je een extra stoel moet zetten naast de regiestoel? Ja, dus bijvoorbeeld ik heb een situatie gehad bij iemand die zei, ja, weet je, ik denk misschien wel dat ik dit kan kiezen, maar mijn vrouw vindt hier ook wat van. Dan pak ik de stoel van de vrouw bij, en, of de directeur, of wat zou hij zeggen als die hier was? Dat is een variant. Of een variant is dat het gaat over iemand anders die, in dit geval iemand anders die
vorige voorbeeld was iemand anders die ook echt impact heeft op jouw keuze of die er iets over te zeggen heeft. Maar het kan ook zijn dat er een derde variant is, bijvoorbeeld de ene stoel is beleid, de andere stoel is ondernemerschap en de derde stoel is oké, ik ga minder werken en ik doe wel vast een beetje ondernemerschap, eigenlijk een keuze in between. Dus die kun je ook een stoel geven. Dus wat je dan doet als die extra stoel erbij komt, is dat je, dat je de ander vraagt om die stoel ergens neer te zetten als je genoeg krukjes hebt. Ik heb gewoon een rij krukjes thuis. Zet die kruk ergens neer op een plek in de ruimte die voor jou past, dichtbij, ver weg. En ga erop zitten en vertel waar die stoel over gaat. Dus dan blijf je in die drie stoelen en je zet er eentje bij en iemand gaat er ook echt op zitten. Dus bij de één is het een, je haalt er iemand bij en die geeft zijn antwoord. Maar dan moet je wel even onthouden dat het antwoord is wat die persoon denkt dat het dat is. En dat hoeft het niet te zijn. Maar vaak brengt dat wel een nieuwe dynamiek erin. Dus het is wel een, ook een, dat noem ik uit systemisch coachen, de verbindende vraag. Je kan hem ook stellen, maar je kan hem ook op een stoel zetten. Gaat het niet om omdenken in plaats van keuzes te kunnen willen maken? Ja, dat kan. Daar kan het over gaan, hè? Dus dan heb je het over, je denkt dat je die twee dingen niet bij elkaar kan krijgen, maar dat kan wel. Maar het gaat ook wel over echt kiezen. En omdenken is nog niet echt kiezen. Maar wat wel kan helpen, is wat ik wel eens doe, is een vorm, een zachte vorm van omdenken, is dat ik mensen die niet kunnen kiezen zeg, schrijf maar eens een recept hoe je in de puree raakt, hoe jij niet kan kiezen. Hoe doe je dat recept? En dat is een vorm van omdenken, de paradox. Dus aandacht geven, hè? Dus bijvoorbeeld, misschien is die slechte keus een goede keus. Hè? Wat zit er dan goeds in die slechte keus? Maar dit gaat nog veel meer over dat je blijft bij wat je deed en dat je kijkt hoe je dat doet en je mag nog niks kiezen. En dat is eigenlijk een paradox, waardoor je, het trekt aan je, dat waarom je niet kiest. Je zegt, oké, we gaan even niet duwen, zitten pushen, blijf maar even daarin, in waarom je het niet doet. En niet oordelen, maar hoe doe je dat dan precies? En vertel mij nou eens in een leuk recept hoe je dat doet. Nou, er komt humor, je merkt dat, er komt ontspanning. En dat is ook een vorm van ontdenken. Waardoor je niet meer op de oude manier kan denken, ik kan niet kiezen. Ja, dat is een antwoord, misschien een kort antwoord op omdenken, wat weer een heel eigen webinar zou kunnen gaan geven. Ik kijk even naar de klok. Het is 2:00, dus ik stel dat we voordat we afronden, dankjewel voor je aandacht. Als er nog vragen zijn die urgent zijn, kunnen we nog even na de tijd behandelen via de Q&A of anderszins. En voor Hans nu het laatste woord. Ja, dankjewel. Ik heb veel geleerd vanochtend en ik vond ook veel. Ik kan niet weinig. Nee, ik kan niet weinig. Nee. Ja. Maar dat is ook fijn. Er is ook veel over te vertellen over zo'n onderwerp, dat hebben jullie gemerkt. Daarom hebben we voor deze keer een beetje de uitzondering gegeven. Nou, laten we ook sheets verspreiden naar degene die gekeken hebben. Want dan heb je nog veel referentiemateriaal. Dat geldt ook voor het filmpje. Wat later via YouTube verspreid wordt. Dus heel erg bedankt voor dit verhaal. Volgende week vrijdag zijn we weer. Dan moeten we een beetje kiezen. We kiezen nog tussen twee onderwerpen. Dus hou je nieuwsbrief in de gaten. Want daarmee krijg je ook de link om je op te geven. En dat kan natuurlijk ook via de sites van zowel Vistanova als gratis groep. En dus gauw je de keuze hebt gemaakt, op twee mooie opties. Maar ik ben er nog niet helemaal uit. Dan communiceren we dat op die manier. Veel dank voor jullie aandacht voor dit keer. Succes met kiezen, zou ik bijna zeggen. Doe het goed. Doe het goed met je hoofd en je hart. En tot de volgende keer. Dankjewel.